Jan Pieterszoon Koen moet volgens sommigen van zijn sokkel. De oprichter van de VOC en de stad Batavia zou niet langer het aangezicht van zijn geboorteplaats Horen mogen opsieren. Maar moet dit beeld van de sokkel. Hmm. Kun je geschiedenis, waar je eeuwenlang trots op bent geweest, zomaar terzijde schuiven? Stel nou dat Hitler, Stalin of Mao Tse Tung op datzelfde plein hadden gestaan, verantwoordelijk voor naar schatting 20, 40 en 45 miljoen doden. En belangrijker, met slachtoffers die nu nog leven. Nu zou bijna niemand toch zeggen, hmmm... Ik zou Hitler, Stalin en Mao ook meteen van de sokkel halen. Ze horen thuis in een museum van gevallen leiders. Maar Pieterszoon Koen en alle andere koloniale helden, van Heuts, de Ruiter, die mannen uit de zogenoemde Gouden Eeuw. Die zitten in een tussencategorie. Koen heeft duizenden doden op zijn naam. En het gebeurde ongeveer 400 jaar geleden. Ik zou dus zeggen, die oplossing, die tussenoplossing die de bestuurders van Horen hebben gekozen, dat is een juiste. Aan de voet van het beeld benoemen ze de minnen van Koen, maar ook de reden van zijn roem. Beelden moet je niet van sokkels halen op basis van het laatste politieke inzicht. Dat maakt je geschiedschrijving wel heel erg kwetsbaar voor de laatste wind die opsteekt. Alleen bij levende slachtoffers, en vooral bij heel veel levende slachtoffers, is een museum een betere plaats dan een plein of een park. Anders moet het bieden van context voldoende zijn. God, om nog eens een ander beeld aan te roepen dat wankelt op zijn sokkel. God behoede ons voor een nieuwe beeldstorm.